Goeiedag mensen, vandaag ben ik hier met een kaartlegging voor de maand augustus en dit keer voor het sterrenbeeld Schorpioen. Lieve Schorpioen, deze kaartlegging is voor jullie. Ik trok een kaartje, dus het onderwerp waar deze kaartlegging over gaat. En het is dus je carrière. Maar het kan dus gaan over je carrière, als je werkt of werkzoekende bent. Maar het kan dus ook gaan over misschien een hobby of het verenigingsleven. Dat kan natuurlijk ook. Dus wat het ook is, jij zal het beste aanvoelen wat het beste bij je past. En de kaart die ik hierover kreeg is deze, de vlag. En hier staat er dan op, wees niet verleid om eigenlijk de lat lager te leggen. Dus ja, laat je niet verleiden om de lat lager te leggen. Dus waarschijnlijk zijn er een aantal mensen of misschien instanties die dus jou graag een bepaalde richting willen uitduwen. Zodat ze denken, ja, werk is werk. Ga in die richting of in die richting. Maar er wordt van je gevraagd dus om daar niet aan toe te geven. Dus blijf wel aan jezelf. Zeg ook aan die personen dat jij weet wat je wil, wat je graag wil. En laat je dus niet een richting opduwen die jij niet wil. Want dat komt niet goed als je dus iets moet gaan doen die jij niet leuk vindt. Dan zal dat ook niet goed komen. Dus het is belangrijk dat je dus de lat niet lager legt. Maar dat je dus echt zegt wat je graag wil. En dat je dus ook blijft zoeken naar dat wat je wil. Dat kan ook op je werk zijn, als bijvoorbeeld bepaalde dingen jou laten doen die niet goed voor je voelen. Doe dat dan niet, leg de lat niet lager, maar ga gewoon voor je doel. Dat is heel belangrijk. En wat belangrijk hiervoor is, is om te luisteren naar je intuïtie. Hier staat er dus vertrouwen, inzicht, bewustzijn en begeleiding. Dus je krijgt dus begeleiding vanuit het universum. En het is aan jou om het dus stil te maken in jezelf en dus goed te gaan luisteren naar die intuïtie die je dus heel wat wil vertellen. Die je dus heel wat boodschappen wil doorgeven. Dus ja, het is echt wel heel belangrijk om naar die intuïtie te luisteren. De volgende kaart die ik hierop kreeg is deze. Dus alles komt op het perfecte tijdstip. Dus dit is het. Het is nu tijd om actie te nemen. Dat is dus aartsengel Michael die dus zegt, ik zal hier staan om je te helpen bij elke stap die je neemt. Dus deze kaart vraagt om actie te nemen, dus om de verantwoordelijkheid in je eigen handen te nemen, om de leiding te nemen over jouw leven en dus de stappen te zetten die nodig zijn voor jou. Dus er wordt van je gevraagd om actie te nemen, niet meer te twijfelen, maar echt wel actie te nemen en weet dat je dan ook gesteund wordt door het universum. Die staan dus bij je. Wees een licht voor andere mensen. Dus het kan zijn dat je inderdaad mensen mag gaan helpen, mensen ondersteunen, dat je dus hen raad en daad mag geven. Dat kan natuurlijk zijn dat dat één van je doelen is en ook iets die echt wel bij je past. Dus jij hebt een mooie boodschap die je mag delen. Schijn je licht op de wereld, zodat anderen kunnen leren van jou. Dus jij mag echt je haven en je talenten delen met de wereld en ook je licht laten schijnen, zodat jij dus anderen kunt helpen en ondersteunen. Heel mooi. En wat de volgende kaart hier ook op zegt is, neem je kracht terug. Dus je hebt misschien je kracht in de handen van anderen gegeven, maar het is nu echt wel tijd om weer de kracht in eigen handen te nemen, je leven in eigen handen te nemen en echt wel de richting op te gaan die jij dus wil. Jij bent vergeten wie jij bent. Jij bent een kind van het goddelijke, dus neem je kracht terug in eigen handen. Neem de leiding in eigen handen. Zoals ik al zei, om echt wel je doel te gaan bereiken. Dus jij weet wat je te doen staat. En luister niet te veel naar andere mensen die je willen beïnvloeden en je dingen te laten doen die je niet wil doen. Maar sta echt wel stevig in je schoenen en zeg waar het op staat, wat je graag wil en ga richting je doel. Heel mooi. Een heel mooie krachtige kaartlegging voor jullie.
lieve schorpioenen. Ik wens jullie alvast een hele fijne maand augustus toe. En tot de volgende keer. Dankjewel ook voor het kijken, voor het liken en voor het reageren en het delen natuurlijk. Tot de volgende keer. Dag!